Ja, welkom hier weer op de inmiddels befaamde Bipim Lunch van Cor van Zadelhof. En ook de laatste. Ja, je begon met slecht nieuws. Ja, dat is gewoon jammer, maar de vereniging van eigenaren die betuttelt zoveel. En doordat dit door de gebruikers vaak ook wel misbruikt wordt, dat weet ik wel. En dan overlast in het gebouw bezorgen. Maar de betutteling is nu dusdanig dat ik zeg, ja, daar heb ik eigenlijk geen zin meer in. Maar er komt bij, we hebben het 10 jaar gedaan. Ja. Onze focus ligt nu weer helemaal op Amsterdam. Ja. En de dienstverlening met Zadelhof Vastgoed, met Sikko Postumus ook op Amsterdam. Dus dan is eigenlijk bijvoorbeeld de Provada veel meer toepasselijk dan de MIPIM. Ja. Ik blijf op de MIPIM komen, omdat ik internationaal het enorm interessant vind wat ik hier zie. Ja. Maar daar hoef ik niet een lunch voor te organiseren voor de Nederlandse relaties die ook op de Provada kunnen komen. Ja, dat zou je natuurlijk in zijn algemeenheid kunnen zeggen van de MIPIM. Hè. We hebben inderdaad de Provada waar iedereen elkaar ziet, de expo. Ik weet niet of jij dat ook merkt, dat hier beduidend minder Nederlanders zijn. Niet op jouw lunch overigens, maar wel op de MIPIM zelf dit jaar. Er zijn beduidend minder Nederlandse partijen van de partij. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Nou ja, dat is gewoon, men is druk met hun eigen business. En de internationalisatie doet naar mijn mening ook een stapje terug. En wij doen dat helemaal. We hebben gezegd, we gaan alleen maar weer op Amsterdam. Geen eens Nederland, maar Amsterdam vooral. Ja, dat is wel heel lokaal. En dat is heel lokaal, maar het is ook makkelijk. Ik hoef geen vliegtuig meer in te stappen voor mijn zaken. Ja. En eigenlijk is Amsterdam ook een prima stad. Ze moeten geen faux pas maken met even iets te roepen over de Zuidas met de seksbestemming. Want dan heb je in één dag weer verpest wat je in 10 jaar hebt opgebouwd. Ja, ja. Maar goed, dat drijft wel weer over, neem ik aan. Ja. Dus wij hebben gezegd, tuurlijk blijf ik internationaal kijken wat er gebeurt. Maar alleen maar om van te leren. Niet meer om zelf in Londen te investeren. Nee. Om zelf, weet ik waar, of Jeddah of... Ja. Dus de tijden van de expansie van Nederlands vastgoed liggen definitief achter ons. Nee, wij hebben een prachtige portefeuille en die zit in handen van de Goede Doelstichtingen. Ja. En voor de rest gaan we weer gewoon de makelaardij doen, de dienstverlening. En dat is een inkomstenbron ook voor de Goede Doelstichting. Oké, ja, want ik vroeg me af van waar die wens om weer terug de makelaardij in te gaan. Nou, omdat dat je een veel beter contact houdt met de markt als je inderdaad midden in die markt staat. Ja. En als je alleen een portefeuille beheert, en dat is Slotervaart en het gebouw van ING en een aantal grote dingen, dan ben je heel snel beperkt aan denken. Ja. En je moet eigenlijk de markt denken. Moet je zeggen, wat gebeurt er in de markt? Ook in Nederland. Ja. En dan sta je veel dichter bij de markt als je een feeling hebt met de markt. En dat gaan we doen via Zadelhof Vastgoed adviseurs. Ja, en er komt ook weer een beleggingstak bij, begreep ik? Nee, de beleggingstak is wat we hebben. Ja, oké. Okay. Dus nieuws bij. Met de vastgoed adviseurs, daar hoort taxaties, beleggingen enzovoort. Ja, ja, ja. Maar de beleggingen die we hebben, dat is onze basis. Ja. Ja. En we zijn niet van plan, maar we zitten eigenlijk vol om die uit te breiden. Dus ja. We zijn geen concurrent ook voor beleggingen. Het laatste wat we gekocht hebben, en daar houdt het dan ook niet op, is dat Heineken-complex. Daar waren we nog hartstikke blij mee, omdat dat zo'n leuk project is. En daar doen we samen met Heineken. Wij hebben het gekocht. We hebben een samenwerkingsverband over het toekomstige gebruik. Okay. Dus daar zitten we beide gevoelsmatig in. Ja. Ja. En je wordt nu 85, 85 lente jong. Mm. Ja, dus je hebt het een en ander meegemaakt in de vastgoedsector. Ja. Hoe kijk je naar de huidige omstandigheden? Nou, die is zeer kritisch. Ja? Ja, ik vind het is nooit zo snel gegaan hoe in een half jaar tijd die renteverhogingen en zo. Natuurlijk was het irreëel dat je nul rente had. Mm-hmm. Maar wat er nu gebeurt is weer zo de andere kant op. En we zullen de komende tijd zeer veel calamiteiten zien gebeuren bij de ontwikkelaars in ons vak. En daar komen zeker faillissementen uit. En Sikko is gespecialiseerd in bijzonder beheer.
Dus daar ligt een hele markt. Daar ligt een hele markt. Ik moet zeggen, Maarten Velds hield net ook een speech. Die was ook bijzonder positief eigenlijk. Ja, nee. Maar we moeten even door een dip en er komen een aantal calamiteiten. Ja. Ik wil niet zeggen dat de markt op zich, want uiteindelijk is inflatie toch weer de vriend voor de prijsontwikkeling. Ja. Nou ja, jongens, geldontwaarding gaat door. Helaas. Ja, dus dat raakt ons uiteindelijk allemaal. Maar we sluiten positief af, begrijp ik. Ik denk dat op lange termijn investeren in onroerend goed, dat hebben we door de eeuwen heen gezien, altijd een hedge blijft, zeker tegen inflatie. Ja, en dat blijft. En net als de MIPIM, die blijft ook. En de MIPIM blijft ook. Ja. En Nederland blijft ook. We moeten misschien een dijk eromheen zetten om het water meer tegen te houden. Precies. Ja. Maar Nederland blijft ook. Maar als je wat ouder wordt, moet je weer je gezichtsveld concentreren. Ik ben de hele wereld over geweest en ik ben nu blij dat ik geen vliegtuig meer in hoef te stappen om zaken te doen. Weer terug naar je roots eigenlijk. Terug naar de roots. Hartstikke goed.